Op een mooie lentemorgen ontmoet een haan een koe op de boerderij. Goedemorgen koe. Goedemorgen haan. Zeg koe, misschien kunnen wij wel vrienden worden, ik zal je meteen iets over mezelf vertellen. Op de boerderij draag ik een enorme verantwoordelijkheid. Bij de eerste zonnestralen rek ik mij uit en begin uit volle borst te kukkelen en te kraaien. De boer weet dan dat hij moet opstaan om jouw soort te melken. En kan dan op tijd de met melk gevulde bussen langs de kant van de weg zetten, zodat ze kunnen worden meegenomen door de melkauto. Je hoort wel, zonder mij zou de boer hier aardig in de soep lopen. Tjonge, wat geweldig aan. Ja, mijn bestaan ziet er wel anders uit. Ik geef alleen maar melk. En zo nu en dan krijg ik de kolder in de kop en dan begin ik te springen en te dansen. De melk wordt zuur, de boer razend, kortom. Een en al ellende. Wat eigenaardig koe. Nee, ik denk toch dat wij nooit vrienden kunnen worden. Het is weer een prachtige lente morgen, en op de boerderij vindt weer een ontmoeting plaats van een haan en een koe. Dag haan, dag koe, zullen wij vrienden worden? Goed hoor, jij schijnt een belangrijke figuur te zijn op de boerderij, is het niet? Oh, je doelt op dat malle gekraai in de ochtend. Precies. Het is pure gekte, ik kan eenvoudig niet anders, maar goed, de boer vindt het prachtig. Hij zegt dat ik de motor van het boerenbedrijf ben. Ach, Haan, Iedereen heeft zijn eigenaardigheden. Je hebt gelijk, koe, iedereen is anders.